overmorgen is de officiële heropening van dit opmerkelijke pand aan de Viaductstraat. Van 1975 tot 1997 was hier het gemeentearchief gevestigd. Maar oudere stadjers kennen het nog als de puddingfabriek van Polak. En nu heet het weer puddingfabriek. Daarom vandaag over de geschiedenis van deze fabriek. Groningen kende vroeger twee fabrieken van Polak. Aan de Peters-Kampersingel zat een drankenfabriek die tot de oorlog werd geleid door David Polak. Aan de Herenweg en erachter aan de Viaductstraat zat de puddingpoederfabriek van zijn achterneven. Ter onderscheiding spraken de stadjers over de natte en de droge Polak. Ze werden ook wel Ranja Polak en Pudding Polak genoemd. Ranja Polak omdat de drankenfabrikant een aanmaaklimonade uitvond die de naam Ranja gaf. Dat werd zo'n populair product dat het woord Ranja synoniem werd voor alle aanmaaklimonades. Zelfs de concurrenten gingen dat woord gebruiken. De vader van deze drankenfabrikant was in 1866 naar de stad gekomen en begon een handel in koloniale waren en dergelijke. Nou, zijn neef, Abraham Jozef Polak, deed in Wildervank hetzelfde. Maar eind 19e eeuw begon hij iets nieuws. Hij ging een Britse uitvinding, puddingpoeder, toepassen. En in 1899 liet hij het merk American Pudding registreren. Hij had wat zoons en twee van die zoons, Moritz en Eduard Polak, die besloten in 1903 te verhuizen naar de stad. En zij kochten in dat jaar aan de Herenweg op nummer 9 een pand. En dat is dat pand. In dit pand is de indeling nog van 1931-1932. En hier is een mooie herinnering aan de puddingfabriek. De puddingen die de hele wereld overgaan met de schepen. In 1931 werd begonnen met de bouw van een nieuwe fabriek. Herenweg 9 en 11 werden verbouwd tot kantoren met bovenwoningen. En erachter werd een heel nieuw fabrieksgebouw neergezet. Het bereiken van het hoogste punt werd uitgebreid gevierd. Helaas beleefde president-commissaris Eduard Polak weinig plezier aan de nieuwe fabriek, want hij overleed een dag na de oplevering, in november 1932. Dit was de expeditie van de puddingfabriek. Hier zaten drie deuren in de voorgevel. Dit is natuurlijk veel nieuwer. Daar was de fabriek. Dit ziet er nog behoorlijk origineel uit. Dit was de meelopslag. Meel kwam daar binnen. En omdat er nog geen nieuwe bestemming is gevonden voor dit deel, is de ruimte nog vrij origineel. En de lift die zit nog steeds op de plek waar die toen ook zat.
Na het overlijden van Eduard Polak kwamen er wel weer Polakken in het bedrijf. Zijn zoon Abraham werd commissaris en zoon Benno werd als jurist aan de puddingfabriek verbonden. En toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. En in 1941, juli 1941, werd er een verordening tot verwijdering van Joden uit het bedrijfsleven van kracht. En dat betekende het einde van de Polakken, want dat waren Joden. Terwijl zij naar Auschwitz werden afgevoerd en vergast, draaide het bedrijf gewoon door. Met een Duitse bewindvoerder, Wilhelm Vogelij uit Hannover. En als bewijs dat het allemaal gewoon doorging, werd er in 1944 een fotoserie gemaakt van hoe het reilde en zeilde in de puddingfabriek. Na de oorlog ging de productie gewoon verder. Er werd naast puddingpoeder werd er zelfrijzend bakmeel, vanillesuiker en bitterkoekjes gemaakt. En maïzena en gedroogde groenten werden ingepakt en verhandeld. Nou, het leuke is dat bij de verbouwing wat materiaal van AJP van de puddingfabriek tevoorschijn is gekomen. Zoals dit zakje bitterkoekjes AJP. En helemaal bijzonder, een pakje pudding. Puddingpoeder, AJP, lekkerbek. Extra vanille. En het bijzondere is dat het poeder er nog in zit. Nou, helemaal fris is het niet meer, maar er is dus nog pudding van te maken. En dat ga ik nou proberen. Want veel kijkers weten natuurlijk niet meer hoe dat ging, pudding maken. Nou, wij nemen wat melk. In een kom. Wij doen daar het puddingpoeder in. Ja. En dan is de kwestie van kloppen. Een minuutje, anderhalve minuut, flink kloppen. Nou, en nou ga ik proberen of het in de koelkast kan en of het dan pudding wordt. Na de oorlog waren er geen Polakken meer in het bedrijf, maar er waren wel een paar Joodse commissarissen. En in 1957 werd heel toevallig weer een Jood directeur van de fabriek, Benjamin van Hasselt. Maar deze van Hasselt was eigenlijk meer een onderwijsman dan een puddingman, dus het ging niet zo goed meer met het bedrijf. En in 1963 was het over. De NV werd opgeheven en Honig nam de naam AJP over. En hier sloot de vestiging. Nou, ik ben heel benieuwd. Pudding. Deze pudding is dus tenminste 40 jaar oud, want in 63 werd het hier gesloten. Maar AJP, dat was kwaliteitspudding, dus ik ben benieuwd. Heerlijk. Er gaat niets boven AJP. Tot 1975 werd het pand gebruikt door de koffie- en theeafdeling van Niemeyer. Toen werd het een beetje verbouwd ten behoeve van het gemeentearchief. En nu
is het weer Puddingfabriek. Voor de hedendaagse smaakmakers van de moderne media.